Mijn opgemaakte doos is weer redelijk vol. En het zijn ook weer 2 maanden geleden dat ik het laatste filmpje heb gefilmd. Dus ik zal het laten zien wat ik de laatste 2 maanden heb opgemaakt. Tandpasta. Er zit volgens mij ook nog 1 of 2 kleintjes bij. Ja, ik vind Sensodyne net iets lekkerder dan Parodontax. Wattenschuimpjes. Ja, ik gebruik die voornamelijk op het werk. Bepaalde apparatuur. Heerlijke geurkaarsjes. Honing en kaneel. Heerlijk. Het zijn wel dunnere geurkaarsjes. Dus ze zijn wel sneller op helaas. Komen bij de Action vandaan. Cookie Bites. Was wel lekker. Maar ik heb bij de Lidl koekjes gehaald. In die smaak die net zo lekker waren. Dus ik zou ze niet zo snel nog een keer halen. Was ook wel lekker. Maar ik vind ze A, best prijzig. En B, daar vind ik ze net niet genoeg, speciaal genoeg voor. Voor dat bedrag. Dus die haal ik niet nog een keer. Oh. Heel fijn masker. Ruikt ook heel erg lekker. Als ik in Duitsland ben, haal ik er weer eentje mee. Want daar is die een stuk goedkoper dan in Nederland. En de vanille geurkaas. Heerlijk, van Three Wick. Ik krijg van meerdere, heb ik al het advies gekregen, om hem niet helemaal tot het eind op te branden, want het kan het zijn dat het glas knapt. Maar een heerlijke geurkaas en volgens mij heb ik er nog eentje staan. Magnesiumtabletten, koudtabletten. Ik vind, ja, volgens mij heb ik nog een doosje staan. Deze zijn fijn en lekker. Dit is een van de lekkerste smaken van Air Up. De Virgin Mojito. Die en de ijskoffie. Absoluut een aanrader. En een wasmiddel. Voor een witte, ja, daar ben ik nooit zo moeilijk mee. En een wasverzachter, erg lekkere geur. Lentefris. Nietjes, ook iets wat er wel bij zit. Ik weet niet of er meer bij zitten. Op aan de vorige keer was. Ze hebben nu van die storm en klaar groenten. Maar groenten in idee. Ik hou het eigenlijk alleen al bij die groenten de maaltijden. En niet. Die was wel lekker hoor. Velletjes stickers. 2 velletjes stickers. Erg leuk. Dit zat in een boek. Een adventskalender. Erg lekker. Ik zou ook niet weten waar ik dit zou moeten halen. Maar dit idee vind ik best lekker. Voor in de warme melk. Zodat je zelf chocolade kan maken. Deze waren lekkerder. Gewoon kleine wafeltjes. En deze waren ook best lekker. Karamelkoekjes. Een memoblok opgemaakt op het werk. Nog meer wattenschijfjes. Deze waren ook wel lekker. Maar ook best prijzig. En ik zou ze voor het geld niet nog een keer halen. Of het moet in de aanbieding zijn. En een heerlijke thee. Je zult binnenkort ook nog wel de adventskalender zien. Die ik van hun heb gekocht. Want daar geniet ik ook nog steeds van. Oh ja. Dit zijn de storm en klaar maaltijden. De Asian noodles met kip. En de kipgroente. Groene groente. Erg lekker. Dat haal ik vaker. Dat soort maaltijden vind ik wel handig om. Als het wat later wordt. Of als ik ergens anders ga eten. En dan weer wat felle stickers. En een boekje met stickers. Een Disney prinsessen. En een zakje met jelly beans. Oh, dit is de lekkerste snoep, vind ik. Oh.
twee kleine tandpasta's, een lijmstift. Dit is voor op de wc, geur vanille. Vanille, lavendel, erg lekker. Post-itjes, een pen, een stift en als laatste nog een velletje met stickers. Voor een bulletje, dan gebruik ik die. En dat was het van de laatste 2 maanden.